Over de oude dokken komt binnenkort een nieuwe brug voor auto's en fietsers. De Vera Pasbrug zal een belangrijke verbinding zijn tussen de Muidenlaan en de Afrikalaan. De brug moet ervoor zorgen dat de grote verkeersdruk in de buurt vermindert. Dat is inderdaad goed nieuws. De werken kunnen starten in november van dit jaar. Het zijn natuurlijk wel werken van lange duur, 2,5 jaar. Maar het zijn noodzakelijke werken. Dit zal ervoor zorgen dat er, dat er een betere verbinding is. Tussen de kleine ring, de R40 en de R4. Uh, dit zal onder meer de woonbuurten ontlasten. Uh, de Voormuiden, uh, muiden zal eigenlijk ontlast worden van dat doorgaand verkeer. En dat is een goede zaak. De Vera-Pasbrug zal aan de Afrikalaan aansluiten op een nieuw verkeersplein met verkeerslichten. Je zal zo gemakkelijk en veilig richting de dampoort, de vliegtuiglaan en de R4 kunnen rijden. Voor de fietsers en voetgangers komen er oversteekplaatsen. Aan de andere kant van de brug krijgt de Muidenlaan een opknapbeurt. Tussen de zijstraat voor Muiden en de Oude Grindbakken komen er twee rijstroken in elke richting. Aan de in- en uitrit van het winkelcentrum Dok Noord worden er verkeerslichten geplaatst. Alle werken zorgen voor gender, maar natuurlijk we proberen we dat op te vangen. En we zorgen ervoor dat voor fietsers en ook het andere verkeer dat dat uh, op een ordentelijke manier wordt, uh, wordt omgeleid. Door de Vera Pasbrug zal er meer verkeer via de Koopvaardijlaan van en naar de Dampoort rijden. Daarom gebeuren er ook daar heel wat aanpassingen. De rijstroken worden herschikt, er komen verkeerslichten bij en nieuwe veiligere fietspaden.